Dag Nico, veel vennootschappen leggen een aanvullend pensioenkapitaal aan voor hun bedrijfsleiders, vaak onder de vorm van wat men dan noemt een individuele pensioentoezegging. Zo'n IPT, dat blijkt een heel interessant middel te zijn, onder meer omwille van de fiscale behandeling. Jij, Nico Ostien, Head Estate Planning Vlaanderen bij de Groof Peterkam, jij weet daar alles over. Om te beginnen, zo'n IPT-formule, wie is daar allemaal bij betrokken? De individuele pensioentoezegging, of IPT, is opgebouwd rond drie partijen. De eerste partij is de bedrijfsleider die prestaties levert voor zijn vennootschap. Hij is ook vaak aandeelhouder in zijn eigen vennootschap en die daarvoor een soort salarispakket ontvangt. De tweede partij is de vennootschap zelf die binnen de grenzen van dat salarispakket een premie stort in een verzekeringscontract en daarmee eigenlijk een pensioenspaarpotje aanlegt voor de bedrijfsleider. En dan uiteindelijk is de derde partij de verzekeringsmaatschappij die de premies ontvangt, beheert, belegt en als alles goed gaat uitkeert op het ogenblik van effectieve pensionering van de bedrijfsleider. Ja, dat aanvullend pensioenkapitaal, wanneer wordt dat dan exact uitbetaald? Als algemeen principe binnen de Belgische rechtsorde geldt dat de IPT uitgekeerd wordt op het ogenblik van de wettelijke pensionering, dus niet vroeger. Ook al zijn er een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er op een vroeger ogenblik sprake is van een volledige beroepsloopbaan, dan kan het vroeger uitgekeerd worden. Nu, dat neemt niet weg dat het pensioenspaarpotje niet geblokkeerd blijft noodzakelijk tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Want soms, als het expliciet voorzien is in het contract, kan de bedrijfsleider een voorschot opvragen van de IPT ter financiering van een onroerend goed. Dit aanvullend pensioenkapitaal, daar zijn belastingen op verschuldigd. Over welke tarieven spreken we dan? Wel, de IPT kan eigenlijk genieten van een vrij voordelig fiscaal regime. Als we dat vergelijken met een loonsverhoging, die al vrij snel onderworpen is aan marginale tarieven in de personenbelasting van 50%, spreken we voor de IPT eerder van tarieven van 20%, 16,5% en soms zelfs 10%. Vooral dat tarief van 10% springt daarbij in het oog. Om te kunnen genieten van dat tarief van 10% moeten er wel een aantal voorwaarden voldaan zijn. Enerzijds moet hij de bedrijfsleider het IPT opvragen onder de vorm van een kapitaal. Hij mag dat niet doen voor zijn wettelijke pensioenleeftijd. En hij moet effectief actief gebleven zijn tot aan die leeftijd. Dus ook hier geldt dat langer werken effectief loont. Je spreekt over een formule met een kapitaal. Er is ook een IPT-formule met de rente, hè? Ja, inderdaad, het komt iets minder voor in België, maar een bedrijfsleider kan ook een rente opvragen, wat dan onderhevig is aan normale tarieven in de personenbelasting, marginale tarieven in de personenbelasting van 50%, tenzij hij afstand doet van het kapitaal in ruil voor een rente, wat dan kan genieten van een speciaal fiscaal regime. Zijn er nog andere belastingen waar men rekening mee moet houden? Ja, inderdaad. De uitkeringen zijn ook onderhevig aan sociale bijdragen. Enerzijds de recieve bijdrage van 3,55%. Anderzijds de solidariteitsbijdrage die kan variëren tussen de 0 en de 2% op de uitkeringen. Ik begrijp dat dit voor bedrijfsleiders een heel interessante formule is, maar geldt dat eigenlijk ook voor de vennootschap die de bijdrage betaalt? Ja, zeer zeker. De premies die de vennootschap betaalt zijn een fiscale aftrekbare kost in hoofden van de vennootschap zelf. Weliswaar enkel als het binnen bepaalde grenzen blijft. Dit noemen we de 80%-regel, omdat de premies niet hoger mogen zijn dan de normale bruto jaarbezoldiging. Anderzijds is het zo dat de IPT ook kan gezien worden als een heel waardevol alternatief om liquide middelen uit een vennootschap te halen. Om dat te doen, denkt men vaak aan een dividend. Jij vermeldt nu ook de IPT. Welke van beide is dan het meest voordelig? Wel, als een vennootschap reserves opbouwt of liquide middelen, dan is de meest gebruikelijke manier om het uit te keren een dividend. Een dividend is standaard onderhevig aan een tarief in roerende voorheffing aan 30%. Maar voor KMO's kan dat soms herleid worden tot 15% of 10%. Nu stellen we vast uit simulaties dat zelfs als we de lagere tarieven in de roerende voorheffing toepassen, dat een IPT zelfs nog voordeliger kan zijn. Heel interessant allemaal. Waar vinden we nog meer informatie, Nico? U kan veel meer informatie vinden op onze blog. Nico Ostien, bedankt voor de toelichting.